Wedstrijd van de week. Nou, gefeliciteerd Snijboon. Gefeliciteerd Snijboon. Deze week de degradatiekraker Fortuna PEC Zwolle. We hebben met z'n vieren gekeken. We laten altijd onze voorspellingen achter op onze social kanalen over de wedstrijd van de week. Normaal gesproken grandioos fout. Maar Snijboon had een 0-1 overwinning voor PEC Zwolle voorspeld. Met als eerste doelpunt te maken Darvalu. Altijd inzetten op de Woestijnvos. En zo geschieden 0-1. Je was niet de enige Snijboon. Thijs Kai en Jort van Meter hadden ook 0-1 met Darvalu voorspeld. Je hebt er kijk op. Dus die twee gaan in het rad van Fortuin. En een van de twee. Nee, ja. Ja? Nou ja, nee, vind ik niet. Een van de twee gaat 25 euro speeltegoed van Toto krijgen. Alleen als ze 24 plus zijn, geloof ik. Dus als ze dat niet zijn, hebben ze een probleem. Goed, op papier kon dit een geniale of een zeer matige pot worden. Althans, dat gevoel had ik. De eerste helft was helaas matig. De tweede helft begon ook matig. Maar rondom de 0-1 was het echt heel even spectaculair. Ouderwetse scrimmages voor de goal van Fortuna. Uiteindelijk, ja, misschien wel een verdiende 0-1 voor PEC. Dat de laatste plaats. Gijs, sorry, maar je hebt nu. Verlaat. Nee, ik ga je gewoon onderbreken. Je maakt veel te veel woorden vuil aan deze wedstrijd. Het is dat Corneel er bij ons was. En dat we gewoon lekker konden bijpraten. Eventjes terwijl die wedstrijd een beetje op de achtergrond aan het wegkabbelen was. Verschrikkelijk dat dit om 8:00 s'avonds wordt uitgezonden. Nee, het is sowieso verschrikkelijk dat er überhaupt zondagavond om 8:00 s'avonds wordt uitgezonden. Ja, dat je hebt toch bij van die slechte films, of gewoon bij films heb je toch van die logotjes. Wat voor logo zou bij zo. Want dit is echt heel. Je bent van 18 plus of eng, weet je wel. Ik wil gewoon een logo voor fucking saai. Snap je? Gewoon een slapend iemand. Ja, zoiets. Ja. Of jullie hebben toch een logo? Ja, dus als je ons logo ziet, moet je niet kijken. Nee, ja. Nee, ja, ik weet dat je het gewoon bedoelde, maar deze kwam binnen. Okay, sorry. Het werkt wel. Kijk, echt weinig mensen. Ja, zeker. Ja, Gijs, dit was gewoon verschrikkelijk. En ik weet ook niet waarom dit om 8:00 was. Want dit is ook geen uithangbord voor de Eredivisie. Sorry, ik ben echt fan van de Eredivisie. En ik maak echt het beste van een scrimmage. Kan ik van genieten. Maar twee scrimmages, dat is niet genoeg voor mij. Maar PEC Zwolle voor de laatste plaats. Ja, en 173 punten voor mij. Dus dat, ja. Helemaal prima voor de rest. Dat is geniaal, toch? Nou. PEC. Nou ja, ik vind Dick Schreuder fantastisch. Ja, opvolger, op misschien wat voor dat Utrecht. Dat heb je 30 keer gezegd tijdens het... misschien wat vind je van Utrecht, trouwens? Ik vind serieus Dick Schreuder beter dan Haken. Nou, hij doet het. Het enige wat ik weet is dat hij, toen hij bij Zwolle kwam, dat hij het heeft omgedraaid. Nee, was wat? Echt, nee. Wat? Je mag hem pas na een half seizoen beoordelen. Ja, okay. Oh. Ja, je hebt gelijk. Bite you maar ik vind wel wat voor Utrecht. Ja, ja, dat zeker wel staan, ja. Goed, we zullen zien wat er gebeurt. PEC Zwolle in ieder geval van de laatste plaats af. En Fortuna neemt de rode lantaarn over. Alle 9 potjes gehad. Hi, willen jullie even aan Nuno en de Zon vragen of ze zich abonneren op het YouTube-kanaal? Vergeet de notificaties niet. Doem,